De Grijze Wouw. Toen Arno ten Hoeve de vogel voor het eerst door de kijkers zag, was hij bijzonder verbaasd. Normaal in Marokko en Afrika en ook wel in Spanje, maar nu dan in Overschild. Deze kleine roofvogel, de grootte van een torenvalk, was neergestreken in het gebied rond het Schildmeer. Het heringerichte Tetje Horn Wetland rond het Schildmeer werd als slaapplaats gebruikt. Dit is slechts de tweede keer dat een soort in Groningen wordt gezien en is toch wel heel bijzonder. Overdag wordt er gejaagd in het landbouwgebied van het dorp Overschild. Ja, die jaagt bijna net zo als torenvalken, die immers bidden boven het land. De boeren zijn er niet automatisch blij mee dat de dromme vogelaars ongevraagd op het land willen. De oogst van granen en gras is een welkome afwisseling, want nu is zijn prooidier de veldmuis makkelijk te bereiken. Het collectief Midden Groningen heeft dit jaar al vaker bijzondere vogelgasten gehad in een gebied. En nu deze soort weer. Valegieren, steppenkiekendieven en de Grijze Wouw. De jonge Grijze Wouw weet goed aan de kost te komen op de graslanden aldaar en jaagt vanuit de hoogspanningsmasten op de muizen. Het is te verwachten dat het beestje straks natuurlijk weer vertrekt naar zijn eigen streken en daar tot broeden komt in een of andere kurkeik misschien. Tenzij het in een onmogelijk gehouden geval dat ze hier tot broeden zouden komen. De jonge torenvalken en bruine kiekendieven zijn er intussen niet blij mee weer een muizeneter in een gebied erbij te hebben.